Wat maakt een grotere explosie? Een creeper of een stukje TNT? Nou, daar gaan we vandaag achter komen. Alleen dan niet met alleen een creeper en een stukje TNT, maar met nog veel meer andere dingen. Hier voor mij zie je namelijk een vuurbal. Een vuurbal, kan die ontploffen? Oh ja, natuurlijk kan die ontploffen. Dat is altijd wat spoken schieten. En hier hebben we een creeper. En deze creeper wordt aangestoken. En huh? Kan je die creeper aansteken met een flint en steel? Dat wist ik niet eens. Ik dacht dat je hem alleen kon afsteken door er dichtbij te komen. Weer wat geleerd vandaag. Maar een creeper heeft natuurlijk een normaal creeper gehad. TNT is denk ik hetzelfde als de... Oh, TNT is groter dan de creeper. En wat is dit? Kan dit ontploffen? Hij doet hier glowstone in. En dan wordt dit heel raar. Hij doet er vier... Wow! Wat? Die explosie is niet normaal. En dit is dus een bed in de nether. Hoe zou dat ont... Wow! Dat is zo'n mega explosie. En oh nee, deze creeper heeft wel een mega explosie. Dat weet ik zeker. Oh, dat valt nog best wel mee vergeleken met het bed eigenlijk. Hier hebben we een end crystal. En wow! Die explosie is niet normaal. En we hebben natuurlijk ook nog de explosie van een wither. Maar hoe gaat die eruit zien? Ik bedoel, een wither spant in en bam! Alles is kapot. En dit is dus hoe alles er van een afstandje uitziet. Dit is zo gaaf om een keer te zien. Vergeet natuurlijk niet op de abonneerknop te drukken en op een blauw duimpje omhoog, want dit was het einde van deze video. Dus klik zeker ook een van deze twee video's aan, want ze gaan bijna verdwijnen en dan kun je er nooit meer op klikken. Ze verdwijnen namelijk in 3, 2, 1...